Welkom bij Happy Hooggevoelig. Mijn naam is Marianne van der Werf en in deze podcast wil ik je inspireren om voluit van het leven te genieten. Wil je ook leren hoe je vanuit je innerlijke kracht en gevoeligheid met minder inspanning meer geluk kunt ervaren? Heb je zin om positief, energiek en vrij van onzekerheid en angst door het leven te gaan? Dan is deze podcast voor jou bedoeld. Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hallo, hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Happy Hooggevoelig. Vandaag gaat het over vertel jezelf nooit meer dat je zwak bent. Ik zat een podcast te luisteren van iemand anders en zij vertelde haar verhaal wat ze had meegemaakt. En ze vertelde over haar burn-out en dat deed mij teruggaan naar een jaar of 12 geleden. Dat ik ook in een hele heftige burn-out terecht kwam. Daar ging natuurlijk al jaren van stress en spanning aan vooraf. En ik wil je een stukje mee terugnemen, want misschien ken jij mij helemaal nog niet. Maar ook om te illustreren hoe dat dan in je hoofd ook werkt. Dat je eigenlijk zo'n mindfuck kunt hebben dat je maar denkt dat je zwak bent, niet goed genoeg bent, het niet goed doet. Maar waar dat toe kan leiden en waar de sleutel ligt natuurlijk. Er was een moment, ik zal het nooit vergeten, dat was op 5 december... dat ik in het winkelcentrum stond in Waddinxveen. Sinterklaas cadeautjes aan het kopen was. 'S Ochtends op school Sinterklaas had gevierd met de hele school. Ik was toen directeur van een basisschool. Eigenlijk een hele leuke ochtend. Maar ik kon er niet van genieten omdat ik zo ongelooflijk moe was en zoveel stress ervaarde. De verantwoordelijkheid die ik had voor de school drukte heel erg zwaar op mijn schouders. Ik denk vanwege mijn hooggevoeligheid, wat ik toen nog niet eens wist, zwaarder dan bij veel andere directeuren. Ik kon ook om mij heen kijken en mijn collega's zien functioneren, dat ik dacht, hoe doen ze dat? Hoe kan het dat zij niet wakker liggen? Hoe kan het dat zij hun planning rondkrijgen? Hoe kan het dat zij kunnen slapen, terwijl ze ook hun issues hebben? En altijd gepaard ging van zie je wel dat ik geen goede directeur ben. Zie je wel dat ik het niet goed genoeg kan. Zie je wel dat het beter moet. Dat ik nog een tandje bij moet zetten. Wat maakte dat ik dat ook daadwerkelijk deed. Dat ik alleen nog maar meer wilde gaan oplossen met nog meer slapeloze nachten. Met nog meer pijn in mijn hoofd, pijn in mijn schouders, pijn in mijn lijf. En steeds meer onzekerheid. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk steken laten vallen als je te vermoeid raakt. Als je je niet meer kunt concentreren. Dus er gingen ook steeds meer gaten vallen voor mijn gevoel. En ik merkte ook op papier en in mijn planning dat ik dingen niet meer afkreeg. Dat ik vluchtgedrag ging vertonen. Dat ik om mezelf te kalmeren dan bij wijze van spreken een half uurtje in de bibliotheek aan de gang ging, terwijl er nog een of ander document lag wat afgerond moest worden of herschreven moest worden. En dat wil je dan niet toegeven dat het niet goed met je gaat. Want je gaat maar door en door en door. En vooral als je in die stressmodus terechtkomt, hoe langer hoe meer, en je weet niet meer hoe je het patroon moet doorbreken, ga je ook niet meer om hulp vragen. Tenminste, dat was bij mij ook heel erg duidelijk zichtbaar. Ik vond ook dat ik alles zelf op moest lossen. En er waren dingen op school gaande, zowel bij leerlingen als in thuissituaties, als met collega's, die zorgelijk waren. En ik voelde mij daar enorm verantwoordelijk voor. En met dat op mijn schouders liep ik dus in dat winkelcentrum en ik wilde nog graag Sinterklaas cadeautjes kopen. Want ik wilde toch wat voor Sinterklaas thuis doen, voor Marco, voor de kinderen. En het schoot in mijn rug. En dat deed me vooroverbuigen. En
Ik kon geen stap meer zetten. Ik werd letterlijk stilgezet. En uiteindelijk is er een meneer met hulp geschoten. Die heeft me met nog een meneer, misschien wel met z'n drieën, ergens naar binnen getild. Op stoel gezet. En nou ja, er zit nog een heel verhaal aan vast. Dat ben ik aan het opschrijven. Dus wie weet lees je dat nog eens. Maar uiteindelijk kon ik 3 dagen niet lopen en 3 dagen niet rechtop op mijn benen staan. Ik kon op de rand van mijn bed zitten, maar als ik dan overeind wilde komen, dan schoot het op een bepaalde manier in mijn rug of dan verschoof er iets en dan zakte ik letterlijk dus door mijn benen heen. En dat heeft 3 nachten en 3 dagen heeft dat minimaal geduurd voordat ik überhaupt weer op mijn benen kon staan. Dus zo kan je lichaam dus ingrijpen als het te veel is. En op dat moment voelde ik mij natuurlijk ook zwak, gefaald. Een slechte directeur, een slechte moeder, een waardeloze partner. Ik vroeg zelfs aan Marco op een gegeven moment, wil je nog wel met me verder? Want toen je me leerde kennen was ik een actief persoon en nu zit ik als dood vogeltje op de bank. En ik ben ook nooit meer teruggegaan naar school. Ik ben nooit meer teruggegaan het onderwijs in. Ik heb wel heel veel gesprekken gevoerd. Zowel met iemand, een psychotherapeut die het arbeidsdeskundig onderzoek bij me afnam. Als met mijn algemeen directeur. En ik heb op een gegeven moment ook met hem besproken van dat ik me zo zwak voelde, zo slap voelde. En een slechte directeur voelde. En toen zei hij, en dat heeft me toen heel erg geraakt en dat kan me nog raken. Marjan, als jij stopt, dan ben ik een van mijn betere directeuren kwijt. En ik wist echt niet wat me overkwam, wat ik hoorde. Want ik voelde mij altijd zo'n buitenbeentje, zo'n slappeling, omdat ik niet alle ballen kon hoog houden voor mijn gevoel. Omdat ik niet alles opgelost kreeg, omdat ik niet alles afgerond kreeg. En dit te horen, daar snapte ik niets van. Dus ik vroeg door en toen zei ik, maar hoe kan dat nou? Want die anderen houden het veel beter vol. En hij zei, ja, maar jij wil alles maar zelf oplossen. Jij wil überhaupt alles oplossen en je kunt niet alles oplossen. En ja, je bent een buitenbeentje, maar dat is omdat je veel meer ziet dan de anderen. Omdat je veel meer oppakt dan de anderen. Omdat je veel creatiever bent dan veel anderen. Er zijn collega's waar jij tegenop kijkt die iedere week bij mij op kantoor zitten, omdat ze niet weten hoe ze met de situatie moeten dealen. Of hoe ze met ouders een gesprek moeten aangaan. Of hoe ze hun team moeten leiden. En jij doet alles zelf. Jij hebt alles zelf op je schouders genomen. En dat is wat wij doen. Wij denken vaak, en misschien raakt dit jou omdat jij je zo in mij herkent, in mijn verhaal herkent. Wij zien zoveel. Wij voelen zoveel. Wij merken zoveel op. En we willen zo graag dat het met iedereen goed gaat. Dat het met een ander goed gaat. Dat zowel voor de ander, maar ook, want als het met een ander goed gaat, dan kunnen we bij wijze van spreken achterover hangen. Want dan zitten we niet met dat vervelende gevoel dat een ander ergens mee zit, of dat een ander ergens mee rondloopt, of dat een ander verdrietig is. Want dat doet bij ons ook zoveel van binnen. Maar ook zien we tot in de kleinste details wat er bij ons dan niet goed gaat. Of als jij op je werk iets moet doen, merk je zoveel op dat je tot in detail alles geregeld wilt hebben. Of als je in de zorg werkt of in het onderwijs bijvoorbeeld. Of wil je het voor de ander allemaal opgelost hebben en tot in detail goed hebben. En dat maakt dat we ook zo gigantisch overprikkeld raken. Dat maakt dat we zo continu maar over die grens heen gaan. Niet omdat je zwak bent of dat je te gevoelig bent of dat je het gewone leven niet aan kunt. Nee, omdat je zo hard werkt, omdat je je zo ontzettend inzet, omdat je voor 200% continu bezig bent. In je gezin,
voor je familie, op je werk, voor je vriendinnen. En je kunt het niet allemaal, want er zit maar 24 uur in een dag en je hebt ook eigenlijk 8 tot 9 uur slaap nodig. Om te resetten, om tot rust te komen, om je lichaam, je brein tot rust te brengen, je emoties om te verwerken 's nachts, om je emoties te verwerken. En dan blijft er 13, 12 uur over. Sorry, ik ben niet zo goed te rekenen. Jawel, ik zei het wel goed. 13, 14 uur blijft er over. En daar moet je het in doen. En dan heb je ook nog je ontprikkelmoment op de dag nodig. Je eigen dingetjes nodig. En als je maar doorgaat en overal gehoor aan geeft aan wat je opmerkt, dan ben je niet zwak, dan ben je een superwoman. Maar het is niet vol te houden. Het is niet vol te houden, omdat die verwerkingstijd die je nodig hebt, de prikkelverwerking die er nodig is, het bij jezelf komen. En ik geef vaak nogal eens een oefening en die zat ook in de Voel Je Vrij Week. Misschien heb je die meegedaan om eens te kijken hoeveel speeltijd er in een dag zit. Dus echt tijd voor jezelf, hoeveel zorgen voor de ander er in de dag zit en hoeveel werken er in de dag zit. En dan zul je merken dat je vooral aan het werk en aan het zorgen bent. En dan krijg je het gevoel nog dat het niet af is. Maar als je om je heen kijkt, doe je al misschien zo ontzettend veel meer dan de ander. En je kan dat knopje van de waarneming, de scherpe waarneming, kun je niet uitzetten. Je kunt het knopje van voelen wat een ander nodig heeft niet uitzetten. Je kunt het knopje signaleren, opmerken, afstemmen. Je kunt het niet uitzetten, maar je kunt wel keuzes maken in hoeveel uur je eraan besteedt. En vooral, en daar is deze podcast vooral voor bedoeld, vooral kun je een keuze maken door anders naar jezelf te gaan kijken en anders over jezelf te gaan denken. Dat je dus helemaal niet zwak bent of helemaal niet minder dan een ander bent of helemaal niet minder presteert en minder aan kunt dan een ander, maar dat je juist zo'n diehard bent, dat je juist zo ontzettend veel betekent en doet voor de ander. Dat je juist misschien wel boven heel veel collega's uitstijgt. Dat er misschien een groep mensen is die het allerliefst met jou samenwerkt, omdat jij zo stipt bent, punctueel bent, betrokken bent, een fijne collega bent of een fijne werkgever, fijne werknemster bent. En ga eens met andere ogen naar je kijken. Zeg alsjeblieft nooit meer dat je zwak bent. Maak niet dezelfde fout, daar kom ik zo nog wel eventjes op. Maar de misvatting die ik gemaakt heb, dat ik maar doorging vanuit mijn onzekerheid en altijd het gevoel dat ik niet goed genoeg was. En dat ik eerst in een gigantische burn-out terecht moest komen met heel veel consequenties voordat ik dit gesprek voerde met mijn algemene directeur en me besefte dat ik juist heel goed bezig was geweest, ook al wist ik niet alle ballen hoog te houden. En het was heel erg heftig. Het was, denk ik, een van de heftigste periodes in mijn leven, die ook echt wel anderhalf jaar minimaal heeft geduurd. Maar het heeft ook geleid tot het leven wat ik nu heb gemanifesteerd. Het heeft ertoe geleid dat ik keuzes heb gemaakt in mijn baan. De plek waarop ik woon, Marco kende ik al, maar ik heb heel bewust gekozen om met hem samen te gaan wonen, om buitenaf te gaan wonen, om voor 100% voor zienswijs te kiezen. Dus het heeft uiteindelijk noodgedwongen, weliswaar, heb ik keuzes gemaakt die echt vanuit mijn hart waren. En het was het keerpunt in mijn leven waardoor ik in alignment ben gekomen. Waardoor ik mezelf zo onder de loep ben gaan nemen met hulp van een hele goede therapeut. Dat ik nu ben waar ik
nu ben. En dat gun ik jou ook. En dat begint dus met jezelf onder de loep nemen en anders over jezelf te gaan praten, anders naar jezelf te gaan kijken en nooit meer tegen jezelf te zeggen dat jij zwak of niet goed genoeg bent. Alsjeblieft, neem vandaag een nieuw besluit dat jij er alles toe doet. Dat jij van ongelooflijk onschatbare waarde bent. Dat jij heel goed werk verricht, maar dat vooral jij hier heel hard nodig bent, omdat jij bent wie je bent. Liefst van mij. Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zienswijs.nl. Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?